Mijn gast is schrijver, televisiemaker en comedian. En hij was jarenlang te zien als teamcaptain in Dit Was Het Nieuws. Daar zat hij achter een desk en maakte hij grapjes over actuele onderwerpen. Ik kan me niet voorstellen dat dat tegenwoordig nog zou werken. Maar vroeger was dat leuke televisie of zo. Nou, ik ben heel blij dat hij er is. Laat je horen voor Raoul Heertje! Wat leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je? Het gaat eigenlijk, gaat met mezelf heel goed. Ik vind het, ik ben leuke dingen aan het doen. En ik, ik vind het wel grappig, want deze vraag wordt nu wel, niet door jou nu, maar ik krijg vaak die vraag, als je niet zoveel op tv bent, dan denken mensen dat het niet zo goed met je gaat. Dus vroeger was ik best vaak op tv. Mm-hmm. En als je dan niet meer op de, dus ik loop veel over Albert Kuip en dan komen mensen wel eens naar me toe van, gaat het wel goed met je? Zeg ik, ja, het gaat heel goed. Zie ik er slecht uit of zo? Zeggen ze, nee, maar je bent nooit meer op tv. Maar wat goed dat je hier dan bent om even aan de mensen te thuis. Nou, ik wil eigenlijk, daarom ben ik heel blij dat ik hier ben. Eigenlijk zou ik eigenlijk kom je gewoon om te vertellen dat het goed gaat. Het gaat goed met mij. Ja. Nou, sterker nog, ik zou het prettig vinden als ik hier gewoon sowieso eens in de zoveel tijd gewoon kan zitten. Hoef ik verder niks te zeggen. Nee, maar dat mensen zien, oh, hij is er, hij leeft nog. Hij is oké. Okay. Hij is oké okay, en hij vindt het leuk en gezellig. Dus ik weet niet of dat kan, maar het mag. Ja, mag je bent welkom. Doen we één keer per week of zo kom je gewoon. Prima. Nou, ja. Één keer per week, dan denken mensen, ze gaan niet zo goed met die gast. Die kan gewoon elke week aan een tafel zitten en niks doen. Ja. Wat ben je? Oké, dan laat ik dan toch de vraag. Wat ben je wel aan het doen? Nu wij het niet zo, niet dat je niet zo in de spotlight staat. Ik ben. Ik heb heel lang. Ga ik eerst vertellen wat ik niet ging. Ik heb heel veel comedy gedaan. Ik heb allemaal dingen gedaan. Maar ik heb nooit een eigen show gedaan. En dan had ik een hele avond als mezelf aan het ouwe hoeren. Een theatershow. Ja. Dat heb ik nooit gedaan. En toen tijdens corona dacht ik ineens van, in plaats van te denken, waarom doe ik het niet? En ik heb allemaal redenen om het niet te doen. Bijvoorbeeld dat ik het vervelend vind om mezelf te herhalen. En één keer dan heb je op een gegeven moment 1,5 uur. En die moet je dan in het hele land laten zien. Dus ik had er altijd een soort aversie tegen. En toen dacht ik, nee, maar ik kan ook gaan bedenken hoe ik het wel leuk vind. En dat ben ik toen in de Verkadefabriek in Den Bosch gaan uitproberen. Maar wacht even, dus het staat je tegen dat je gewoon elke dag opkomt en precies hetzelfde verhaaltje vertelt? Ja, het is niet zo dat ik elke keer iets nieuws wil vertellen. Alleen, ik vind het gewoon leuk als je mensen ontmoet. Ook als je gewoon op een verjaardag met iemand zit, vertel je ook vaak verhalen die je al eens hebt verteld. Ja. Alleen, dat denk je niet van tevoren. Oh, ik ga vanavond naar een verjaardag. En als er een kerel naast me gaat zitten, dan ga ik even mijn verhaal vertellen over mijn vakantie in Griekenland. Denk ik wel. Dat doe jij wel? Ja, ik denk. Ja, nou, dat vind ik dus ook al vervelend. Ja, dus dat doe ik niet. Ik ga nooit naar verjaardag. Hoe heb je het dan opgelost? Want je houdt dus niet van herhaling. Wat ik heb bedacht om mezelf in de war te brengen. Dus ten eerste denk ik, dat doe ik ook als ik stand-up. Ik stand-up wel nog veel. En daar probeer ik echt te vertellen wat ik die dag vind dat verteld moet worden. En wat ik heb bedacht is, ik doe spreekuur. Dus ik zet een tafel buiten op een pleintje. In Den Bosch heb ik gewoon een pleintje. In Amsterdam heb ik ook ergens buiten een tafel neergezet. Twee stoelen. En een bordje erbij, spreekuur. En dan ga ik gewoon met mensen die langslopen en die zin hebben om te praten, ga ik gewoon praten over de onderwerpen waar ik het graag over wil hebben. En daardoor leer ik van die mensen. Ja. En ik neem het op. Dat, met toestemming. Hè? Ja, ja, ja. Stiekem dat ze nu horen van kut is allemaal opgenomen. Ja. En dan knip ik daar citaten uit van mensen die mooie of interessante dingen zeggen. En die gebruik ik dan in mijn voorstelling. Oh, die neem je mee op beeld? Ja, en nee, niet in alleen geluid. Oh. En die laat ik dan horen op momenten dat ik denk, oh, nu zou ik wel even iets anders willen horen. Wauw. En dat dat inspireert mij op dat moment. Ja. Of ontroert me soms. En het publiek ook. En daardoor krijgt elke keer de voorstelling een andere sweep, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. En dan, als ik het gevoel heb van, nu ga ik toch weer mezelf herhalen, dan ga ik weer met wat mensen praten. Ja, dat is ontzettend leuk. Ik heb gewoon excuus bedacht om met mensen te praten. Ja. Word je nog wel gevraagd voor televisie? Krijg je veel telefoontjes van, wil je weer eens op televisie? Ik ga toevallig morgen bij Ziggo Sport zitten, maar dat is gewoon voetbal. Ja, en ik ben nu gevraagd, en dat is ook wel, dat wil ik eigenlijk met jou bespreken. Ik ben voor iets gevraagd waarvan ik meteen, en ik heb dus mezelf nu aangeleerd om niet meteen te zeggen, dat is niks voor mij. Ik denk eerst, misschien is het wel leuk. Dus ik ben nu gevraagd door mijn vrienden van de Tros van vroeger. Ja. Want het is toch mooi dat je uiteindelijk weer terugkomt.
ja, het laatste kunstje kan ik weer gaan. Hè, dat is bij voetbal, kom je weer terug. De cirkel is rond. Ja. De Tros, Afro, die hebben een programma. Dat gaat over 50 jaar te land, te zee en in de lucht. Dat bestaat 50 jaar. En daar willen ze over praten. Ze dachten, ik ben een rauwe heertje. En toen dacht ik, ik sta dus op een lijst. En ik, ja, die moet je voor niks vragen, maar voor dit programma... wat ga jij erover zeggen dan? Ja, dat was het zo grappig. Ik las dat ding. En het rare was, ik voelde me eerst niet beledigd, maar wel dat ik dacht van, hé, hoe komen ze op mij? Want, ja? Want dat zegt iets over mij. Nee, ik was geen fan. Ik sta ook niet bekend als fan. Ze schreven ook nog, je hoeft geen parate kennis te hebben. Dat vond ik wel, prettig. Maar toen dacht ik ook, er zijn dus mensen met parate kennis over de land, de zee en in de lucht. Ja? Maar wacht, dus jij wordt straks ergens in Hilversum in een hokje gezet? Ja, en dan moet ik over praten. En eerst dacht ik, dat ga ik niet doen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk... Ja, misschien is dat ook eigenlijk... Want ik ben er dus over aan het twijfelen. En daarom wilde ik dat met jou bespreken. Want volgens mij... Mijn redacteur zei vanmiddag inderdaad... We gaan een filmpje laten zien van de land, zee en de lucht. Ik snap er niks van, maar nu begrijp ik het helemaal. Dus laten we gewoon een... Ja, want ik wil het met jou doen. Ja, laten we maar instarten. En dan ben ik gewoon benieuwd wat kijken of de Tros een goede keuze heeft gemaakt. Nee, ik heb nog niet ja gezegd. Of je ja gaat zeggen. Nou, even zien. Wat zien we? De dos cerveza's, de twee biertjes. Dit is toch... Ja, hier moet ik dan commentaar... Ja. Maar is toch zo mooi? Zij zagen dit dus. En toen dachten ze, ja... Ja, we bellen Rauwe Heertje. We bellen Rauwe Heertje, die weet... Maar wat ik dus mooi vind, ik vind serieus... Ik zie hier nou best veel jonge mensen die dit misschien helemaal niet kennen. Dit programma, deze mensen die je nu ziet... Dat zijn de ouders of van de mensen die... Die Nederland bestuurt. Mensen vragen zich vaak af: wat is er met Nederland mis? Nou, nee, maar het is ook mooi, hè? Dit zijn allemaal lieve mensen die zich helemaal kapot hebben gewerkt. Dit is wat Nederland is. Dit is Nederland. We moeten ons verwachtingspatroon echt bijstellen. Is Nederland. Ik denk dat je dit moet gaan zeggen straks bij de Tros... en gewoon lekker het klusje aannemen... Ja? En een anderhalf uur lang dit soort teksten gaan vertellen. Lijkt me heel goed. Dank je wel dat je bij ons bent gekomen. Rauwe Heertje, nog te zien in Theater Mazzini. Ja. Groot applaus voor Rauwe Heertje. Tot zover. Kijk voor andere afleveringen... en een vette compilatie van de avondshow... met beelden van achter de schermen op NPO Start. Jullie allemaal bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. En jij ook bedankt voor het komen. Dit was de avond op naar de maandag. Doei. Oh, dat is ook nog wel een leuk verhaal. Kan ik dat vertellen? Ja. Ja? Nou, fuck it. Ik vertel het gewoon. Super gênant. Nee, ik was een keer op zo'n feestje met allemaal BN'ers. En op een gegeven moment wie komt er ook weer binnen? Even tussendoor. Kijk nu de hele uitzending terug op NPO Start. Waar was ik ook weer? Oh ja, wie komt daar binnen met zijn haar helemaal door de war...